Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op veel plaatsen is het bewolkt en een brede strook met buien ligt nog over het midden en noorden van het land. Deze buien gaan geleidelijk aan noordoostwaarts het land verlaten en vanavond wordt het dan op veel plaatsen droog. Zo halverwege de avond is het een graad of 4. Komende nacht koelt het verder af naar 3 graden aan de kust tot plaatselijk dicht bij het vriespunt verder land De wind wordt zuidwestelijk en matig en zeevrij krachtig. Morgen overdag is het bewolkt en dan trekt er een neerslaggebied van west naar oost over het land. In de kustprovincies valt hoofdzakelijk regen, in het binnenland ook natte sneeuw en plaatselijk zelfs droge sneeuw. In de middag wordt het even droger, in de avond volgen fikse buien en kan het ook onstuimig worden aan de kust. Ook vrijdag en zaterdag vallen nog een aantal winterse buien. Vooral vrijdag is het ook nog bewolkt. Zaterdag breekt ook af en toe de zon door. Op zondag is het overwegend droog met zonnige perioden. Het wordt beduidend kouder met op zondag 0 tot 3 graden als maximum. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.